Hallo? Dames en heren, van harte welkom bij de Keuringsdienst van Gains. We kennen natuurlijk allemaal de eiwitrijke producten. We kennen de kwarkjes, verrijkt met eiwit, 20 gram eiwit, toch, van Campina. Kwark en weet ik het wat, protein met smaakjes. Chocolademelk met proteïne, 20 gram proteïne. Er zijn heel veel eiwitrijke producten en er is eigenlijk nog maar één product waarvan ik dacht van, hey, dat heeft nou echt veel eiwit nodig. En dat is natuurlijk... Bier! Ja, want mannen drinken bier. Ja, dus nu kan je bier drinken tijdens de sporten. We leggen het zo wel uit. Yo, ik ben Lennart. Yo, ik ben Iwan. Je kijkt naar Fitboys TV en wij gaan vandaag iets anders doen dan we normaal gesproken doen, namelijk een review. Er is natuurlijk helemaal op ons lijf geschreven, want Iwan, jij bent één grote zuiplap geweest in je jeugd. Ja, maar dan moet je wel heel lang terug, dat is al 10 jaar geleden. Toen mocht je nog drinken toen je 14 was. Hoe oud ben jij? Nee, ik bedoel 16. Hoe oud ben jij? 26. Oh joh, goeiedag, ouwe lul. En ja, voor mij is het natuurlijk ook op mijn lijf geschreven, want ik ben gewoon begonnen, dus ik ga verantwoorden met alcohol, maar ik drink wel af en toe een biertje. Huh? Burgondisch, ja. Dat zie je ook aan mijn buik. Nee, ik was even op Instagram aan het scrollen en toen kwam ik een advertentie tegen. En toen dacht ik van, dit moet een 1 april grap zijn. Maar dat is het dus niet, want ik kwam Joybrow tegen. En dat is proteïnebier. Wij gaan dit dus reviewen. We hebben het nog nooit eerder gedaan, maar ik denk dat we best wel een goede review kunnen geven over het bier. Aangezien jij heel wat liters hebt opgedronken en... ik heb heel veel verschillende biertjes gedronken. Ja, kom uit Brabant, kan je in ieder geval, ja. Dan weet je iets van bier. Dan weet je iets van bier. Dan hoor je in ieder geval iets van bier te weten. waar gaan we mee beginnen? Laten we gewoon beginnen met de buitenkant. Wat vinden we van het etiket? Ja, Shredded Gorilla aan de voorkant. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit uit de doos haalde, toen dacht ik echt van, wat is dit nou? Wie zet er nou een gorilla op een etiket van een biertje? Wie heeft dit bedacht? Joybrow. Oh ja. Uit Hamburg. Ja, dit is wel Duits. Komt gewoon dat het Duitser is. Ja, nou, er zit dus een Duitse aan. Er staat een Duitse aan. Ja. Hey, ik vind het een beetje gek. Ik denk, als je dan iets stoers wil uitstralen, dan zet je niet een of andere gorilla op de voorkant. Wel niet zo cartoony ook op de top. Nee, het lijkt eigenlijk een beetje van een Jip en Janneke champagne van de HEMA. Dus etiket. Nou, wat voor cijfer geef je het? Moeten we cijfers gaan geven? Ja, we gaan een cijfer op welke schaal? 1 tot 10. Een 3? Een 3 vind je het zo slecht? Ja, het straalt toch niks uit? Ik vind de aap slecht, maar ik vind het wel vet dat het zwart is. Dus jij geeft het een? Ik geef het een 5. Ja, jij bent iets liever, hè? Ik zit helemaal in het midden. Ja, dus wat wordt het? 4? Dan ja, een 4 al, ja. Oké, dan is natuurlijk... Ja, laten we gewoon maar beginnen met de ingrediënten. Want het is proteïnebier en dan denk ik van, ja, hoeveel proteïne zit er dan in? Ja, aardig wat. Dus op een heel flesje zit 21 gram proteïne in. 21 gram? 10 gram BCA's, jongens. Dat is niet normaal. Als je dit dan ook gewoon tussendoor een beetje drinkt, dan... Dat zit wel prima. Ja, helemaal goed. Ja. Even ter vergelijking, want een gewone scoop eiwitpoeder is... Ja, het ligt eraan welke scoop, maar ook rond de 20 gram. Ook rond de 20 gram. Ja, als je gewoon 30, zeg maar gewoon 1 scoop, meestal is 30 gram, 33 gram, is dus 20 gram eiwit. Ja. En nu is het natuurlijk altijd wel zo, of vaak is het wel zo, bijvoorbeeld met eiwitrepen denk je vaak van ja, dat is natuurlijk één bom eiwit, maar het smaakt echt gewoon naar poep. Dus het is dan wel de vraag of dit dan... Ondanks dat er zoveel eiwit in zit, of het dan niet zo'n vieze, melerige of poepsmaak heeft. Ja. Toch? Ja. Ja, oké. Okay, trouwens niet, is het carbonated? Niet echt, denk ik. Nee, ja, dat moet wel. Er zitten bubbeltjes in. Belangrijk detail, het is wel bier, maar er zit geen alcohol in. Ja. Oh, trouwens, ik zie je wel. 0,5%, dames en heren. Shit, dat is dronken, man. Ja, jij bent niks meer gewend. Ja. Ik heb al het laatste onderzoek gezien, maar daar gaan we het nu niet op hebben. Oké. Maar qua macro's, wat zien we verder? Vet, suiker, valt je nog iets op? Iwan de macro-meester? Nee, ja, wel had ik verwacht dat ze moeten wel iets van suiker in gooien. Dus ik weet niet of het zoet gaat. Ik denk niet dat het zoet gaat zijn. Mag niet natuurlijk. Dat is bier. Oké, dus macro's zijn goedgekeurd. Ja, ziet er goed uit. Zou je dit macro's gezien na je training kunnen drinken, denk je? Ja, eigenlijk wel. Als je misschien nog iets meer carbs, maar 16,8 gram carbs om het even te benoemen. Dus, ja, mag nog wel iets meer na het trainen. Oké, nou dat is goed. Dan is de volgende test. Je bent natuurlijk altijd je bier openen vergeten. Ik in dit geval ook. Dus hoe gaan we hem open krijgen? Ja, sleutel, tanden. De sleuteltest, hè. Nou, dat klinkt in ieder geval naar bier. Oké, gaan we even ruiken. Tot nu toe lijkt het gewoon bier. Het lijkt gewoon bier. Ongelooflijk, het staat erop en het is nog wel echter. Het was niet natuurlijk, naast dat wij natuurlijk gewoon sporters zijn en jij waarschijnlijk ook als je dit kijkt. En de macro is natuurlijk heel belangrijk, maar de smaak is misschien nog wel het allerbelangrijkste.
Want je wil natuurlijk niet die gore troep elke dag drinken. Nee, waarom zou je proteïnebier nemen als het ook niet de zuip is? Precies. Dus we gaan eerst een slok nemen en daarna gaan we het overgieten in een pul. Omdat we natuurlijk ook even willen zien hoe de substantie is. Dus ik zeg proost. Proost. Laten we een slokje nemen. Ik vind de eerste smaak een beetje... Ja, het smaakt een beetje naar zo'n speciaal biertje waarvan je eigenlijk denkt van nou, dit is het net niet. Maar goed. Ja, ik weet niet. Het smaakt ergens wel naar bier, maar het is wel iets te zoet. Want ik was er wel bang voor omdat er suiker in zat. Het zoete haalt een beetje het biergevoel weg. Ja, maar we gaan het even... Kan jij de pul erbij pakken, Iwan? Ja. Oké, okay. Dan is natuurlijk de vraag, hoe schuint het? Want bier, goed bier schuint goed. Jouw vingers, het zijn twee vingers in dit geval. Nee, ik moet zeggen, het heeft wel echt een biersubstantie. En het schijnt thuis, is ook goed. Ja, ik... Voor bier, in ieder geval. Weet je wat het is? Als je... een beetje, hoe noem je dat? Geheel onthouding doet door fitness. Omdat je alcohol te slecht vindt voor je gains. Maar je houdt wel van bier. Dan zou ik wel zeggen, probeer het een keer. Ja, dan kan je het wel een keer proberen. Ja. Zeker. Want het is niet super duur. De makers zijn fantastisch. Maar de smaak is wel een beetje... Ja, hij gaat wel... Net niet bier. Hij gaat wel achter je kiezen zitten. En het drinkt ook net iets te makkelijk omdat er geen alcohol in zit. Zal ik even kort benoemen wat het was trouwens? Wat? Dat je eigenlijk als je gespierd bent, word je juist minder snel dronken. Is dat zo? Ja, je hebt meer, hoe meer vocht je in je lichaam hebt, hoe minder snel je dronken wordt. En als je meer spieren hebt, hou je meer vocht in je lichaam vast. Omdat je spieren vocht opslaan. Dus hoe breder je bent, hoe meer je kan drinken. Aha. Nog een reden om naar een sportschool te gaan. Ik zou zeggen, probeer het een keer. Ja. Ga jij nog een keer proberen? Is die van mij? Misschien dat ik hem ook nog wel even een keer koud probeer. Ja? Gooi ik hem even in de vriezer. Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Eindoordeel. Van jou? Een cijfer? Ja, even een cijfer geven. Ja. Anders bij elkaar, dus etiket, macro's, smaak, substantie. 6,5? 6,5? Ja. Oeh, streng hoor. Wat had jij dan? Ja, nee, ik vind het wel. Ik vind het echt... Macro's vind ik echt fantastisch. Het is... Ik vind dat het wel... Qua substantie en dat het dan ook nog een beetje naar bier smaakt, vind ik echt knap gedaan. Ja, oké, dat is wel waar. Ja, dat moet ik ook nog wel. Ik geef het denk ik een 7. Omdat ik de intentie vind ik heel goed. Ik vind de uitvoering eigenlijk ook best wel goed. Voor een proteïnerijk biertje. Maar het is die drie punten die dit biertje dan niet pakt. Dat is denk ik gewoon om het feit dat ik het... Of dat ik niet zo snel een herhaal aankoop zou doen hiervoor. Dat het meer iets is wat je dan voor de grap een keer op tafel zet. Als je wat gasten op visite hebt waarmee je traint. Dus bijvoorbeeld als ik jou en nog wat mensen uitnodig die trainen. Dan is het misschien grappig om proteïnebiertje in huis te halen. Ja, gewoon voor het idee. Voor het idee, ja. Maar ik denk niet dat dit een standaard ding gaat worden. Voetbal kijken en proteïnebier drinken. Ja, nee, dat denk ik niet. Jij? Voetbal kijken en whisky drinken. Ja, dat is beter, maar er bestaat geen proteïne whisky denk ik. Nee. Misschien een gat in de markt? Ja, dus Joy Brouw, misschien dat er nog proteïne whisky geproduceerd kan worden. Nee, als je dit een goede review vond, neem wel even hierachter dat dit onze eerste review ooit is. Geef me wel even een blauw duimpje omhoog voor onze intentie. Ja. En de uitvoering. Linkje vind je ook in de beschrijving. We worden trouwens niet gesponsord, moet ik er wel even bij zeggen. Maar ja, we willen je natuurlijk wel gewoon even het linkje geven, zodat je weet waar je het kan kopen. Ja. Ja, blauw duimpje omhoog, gespierde armen in de lucht. En dan, laat ons ook weten wat we als volgende dingen gaan reviewen dan. Ja. Even die zon pakken. Ja, even die lightning. Ja, ik heb lange mouwen aan, hè, frisie. Smoesjes. Kom op, arm in de lucht. Oké, arm in de lucht. Fit boys out. Fit boys out.